eerste twee deuren, die ieder 28 meter lang, 6,25 meter dik en 14 meter hoog zijn en per stuk 490.000 kilo wegen, kwamen op 30 juli aan in Schiedam. Daar zijn ze de afgelopen weken afgebouwd. In de nacht van dinsdag 21 augustus en woensdag 22 augustus kwamen de sluisdeuren per duwbak naar Nieuwegein. Zij reisden via de Nieuwe Maas en de Lek naar het Lekkanaal. Na aankomst liggen ze ten zuiden van de Prinses Beatrixsluis achter het bestaande remmingwerk klaar voor de hijsoperatie op donderdag 23 augustus. De eerste deur en vrijdag 24 augustus de tweede deur. Eenmaal in Nieuwegein hijst een kraan van 42 meter hoog de deur op. De kraan op het ponton met de deur erin hangend is gezekerd. De kraan zelf kan geen draaiende bewegingen maken. Het ponton wordt in de juiste positie gemanoeuvreerd door middel van kabels en lieren. Het ponton manoeuvreert de deur vervolgens tot boven de deurkas. Vanaf daar laat Sas van Vreeswijk de deur langzaam de deurkas inzakken. Sylvia, waarvoor komen de deuren uit China en waarom worden ze niet in Nederland gemaakt? Nou, het is zo, de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk die mag zelf bepalen hoe ze hun klussen wereldwijd uitbesteden. Dat is ook gewoon regelgeving, dat aannemerscombinaties dat mogen. En bij hun is natuurlijk ook de prijs belangrijk, natuurlijk ook de kwaliteit. Dus het is gekeken naar goede prijs-kwaliteit verhouding. Vanuit Rijkswaterstaat is het natuurlijk belangrijk dat die deuren aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die natuurlijk zijn meegegeven. Nou, dat alles heeft erin geresulteerd dat Stads van Vreeswijk heeft gekozen voor een producent in China, die overigens al vaker deuren gemaakt heeft, die ook al een aantal jaren in gebruik zijn. En de kwaliteit is gewoon doorlopend goed gecontroleerd. En we moeten denk ik ook even allemaal in ons achterhoofd houden dat we het alleen over casco-deuren hebben die in China gemaakt zijn. De hele afbouw, het hele bewegingsmechanisme wat erop en daaraan komt, dat is de afgelopen weken op de werf van Mammoet in Schiedam erop gebouwd. Dus dat is gewoon Nederlands werk. Okay. Nou, en, voor bepaalde zaken die buiten de bouw plaatsvinden, zoals dit, scan je ze af en maak je of afspraken. Er is gekozen voor roldeuren in plaats van de oude hefdeuren. Waarvoor heeft dat een speciale reden? De Beatrixsluis is een rijksmonument en die status heeft het vooral te danken aan de heftorens. En er is dus vooraf ook door de Rijksmonumentencommissie meegegeven, als het kan is het gewoon heel prettig om hier een derde kolk te maken die niet het aanzien van de monumentale waarde van de huidige sluis aantast. Dus hebben wij aangegeven, het is mooi als er sluisdeuren inkomen die niet uitsteken in het landschap. Dat zouden ook puntdeuren geweest kunnen zijn. Dat zijn nu roldeuren geworden. Er is natuurlijk gekeken of het niet op technische bezwaren stuiten. Dat stuit het niet. Het kan net zo goed. Maar dus de belangrijkste reden voor deze keus is de monumentwaarde van de sluis. Dat is duidelijk. En waarom vier deuren
Het voordeel van vier deuren, dus twee deuren aan iedere kant, is dat je altijd een deur extra beschikbaar hebt als onverhoopt een aanvaring zou zijn, een storing. Of als je een deur in onderhoud wil hebben, je kan hem dan terug in de deurkast trekken. Die kan je als nodig is ook zelfs droog zetten. En je kunt hem ter plekke repareren en de andere deur gewoon in bedrijf houden. Een ander voordeel is dat door twee deuren aan iedere kant te hebben, hebben we ook extra kolkruimte voor de schippers gekregen. Want als je de twee buitenste deuren gebruikt, we noemen dat schutten XL, dan krijg je er een heleboel meters bij. En dan passen er precies twee schepen van 135 meter goed in. En daar is de schipperswereld hartstikke blij mee.